Welkom bij weer een nieuwe aflevering reageren op Kamp van Koningsbrugge. En je kan misschien wel zien, ik heb een nieuwe camera gehaald om de kwaliteit natuurlijk van de video's wat te upgraden. En die heb ik niet vandaag voor het eerst gebruikt, maar eigenlijk afgelopen vrijdag al. Wellicht heb je de video al gezien. Ik ben naar Ree Klaasens geweest om samen onze tweede podcast op te nemen. Maar ook om samen ons mindset te trainen door fysiek in beweging te komen en door dat koude water in te gaan. We hebben echt een hele gave dag gehad, dus als je de video daarvan wil zien, ik zal even een linkje hieronder droppen. Dan kan je die ook even bekijken en in februari komt een podcast online. We gaan het programma vandaag bespreken. Het programma begint waar het vorige keer geëindigd was, namelijk met die 7 uur durende tocht door de rivier. En er waren aan het einde van het vorige programma, van de vorige aflevering, waren er 3 deelnemers afgevallen en je ziet nu ook dat er deelnemers beginnen te struggelen met deze zware opdracht. Leef je nog? Nee. Waar? Ik heb het goed. Wat voel je dan? Ben je bij het einde? En je ziet dat de deelnemers best wel met fysieke ongemakken te maken krijgen. Een van de deelnemers is bijvoorbeeld op haar rug gevallen. En die vraagt voor de zekerheid even de medic om er naar te kijken. Want strakjes dan is er echt iets ergs aan de hand. En dan kan ze beter uit het programma gehaald worden. Alleen het blijkt dat dat niet het geval is. En dat ze prima met die pijn kan doorlopen. Een medic heb ik nodig. Een medic. Dat geeft mij voor het gewoon doorlopen. Wil je dat ook graag? Dat het positieve ga je door hebben, ja? En dan is een bepaald ongemak, een bepaalde weerstand vanuit je lijf. En dan kan je dus vechten, vluchten, bevriezen of je kan het loslaten. En je ziet dat de deelnemers die in staat zijn om het los te laten, veel gemakkelijker door de opdracht gaan, veel sneller door de opdracht gaan en daardoor er ook sneller van af zijn. Want hoe ben je doorgegaan? Karakter. Precies. Karakter. Karakter. Als ik dit kan, dan kan ik alles. Dat is een mooi gevoel, hè? Ja. Maar is dat een mooi gevoel of niet? Ja, dat is echt lekker. En de deelnemers die daartegen vechten of vluchten en letterlijk het programma verlaten, die kunnen dus de topprestaties niet leveren. Dus dat angstbrein, dat overlevingsbrein wat we allemaal hebben, heeft in bepaalde situaties een hele goede functie, namelijk om jou in leven te houden. Alleen wil jij presteren op de toppen van je kunnen, wil jij topsporter worden of wil je bij de commando's, ja, dan zul je dat toch uit moeten schakelen. Omdat je dat anders, simpel gezegd, niet gaat redden. Je wordt geconfronteerd met pijn en lijden dat je nog nooit hebt gevoeld. Daar is die commandoopleiding voor. En het heeft namelijk een doel. Want uit pijn en lijden, daar komt groei uit voort. Uit niets anders. Voor wie heb jij jezelf opgegeven? Voor mezelf. Voor jezelf. En wat wil je bewijzen? Wat wil je laten zien? Ja, dat ik dit aan kan. Ik wil gewoon echt niet terug het water in. De deelnemer die als een van de laatste vertrokken is, komt als een van de eerste binnen. En die heeft een tijd neergezet van iets meer dan 3 uur. Waar andere deelnemers er meer dan 7 uur over doen. En dan zie je ook door Tom dat het niet ligt aan dat het onmogelijk is om het te behalen. Heeft dat te maken met dat Tom sterker is of misschien juist lichter is? Of dat hij zijn verstand op nul kan zetten, het los kan laten en simpelweg voorwaarts gaat. Een van de vrouwen is vrijwillig naar huis gegaan en de andere 2 vrouwen die worden uit de opdracht gehaald. Niet om ze naar huis te sturen, maar omdat het onverantwoord is om op die manier door te gaan. Oké. Dat je er nu uit wordt gehaald? Ja. Dat is niet erg, het heeft geen consequenties. Begrijp je dat? Ja. Weet je waarom? Nee. Je bent niet zelf gestopt, we halen je nu uit voor veiligheid. En dan zie je ook in het programma dat het helemaal niet de bedoeling is om de deelnemers natuurlijk te pesten of om ze op een onverantwoorde manier over hun grenzen te laten gaan. Ze willen zien hoe ver ze bereid zijn om te gaan. En deze vrouwen die eruit worden gehaald omdat ze onderkoeld zijn, die zijn dus echt wel bereid om flink die grenzen te verleggen om te laten zien dat ze het kunnen. En dan is het ook wel belangrijk dat Dai er even bij vermeldt dat ze niet uit het programma worden gehaald. Want dat geeft ze mentaal ook wat meer rust en daardoor kunnen ze mogelijk ook wat sneller opknappen. Tom krijgt de opdracht van de commandant om het eten te verdelen over de deelnemers. De opdracht was, eerste overtje. Kom maar controleren
Dan pas geven wij de vervolgopdracht. Ja. En Tom, die wil heel erg lief zijn. Dus wat hij doet, is dat hij de deelnemers die hij het heel zwaar vindt hebben, meer eten geeft dan de anderen. En dan zie je dat op het moment dat jij geeft vanuit schaarste, dat jij zelf in de problemen komt. Ik heb wat moeilijkere, de mensen die wat zwaarder hadden, die heb ik wat extra gegeven. Oké, en wat denk je dat er met die dames is? Denk je dat zij het minder zwaar hebben nu dan jij? En daarom heb ik zelf ook een kwart bak. En ik zie een heleboel mensen los van dit programma ook geven vanuit schaarste. Die geven hun tijd weg, ook al hebben ze dat helemaal niet. Die geven hun geld weg, ook al hebben ze veel te weinig. Die geven hun energie weg, ook al lopen ze zelf helemaal leeg. En hier zie je dat heel mooi, dat hij dus de deelnemers heel erg veel voedsel geeft. En dat er daardoor te weinig overblijft voor zowel hemzelf als de dames die later nog moeten komen. En daar zijn de instructeurs ook niet al te blij mee. Al vroeg worden de deelnemers gewekt om een opdracht te gaan voldoen. Namelijk, ze moeten met een kaart verschillende punten gaan zoeken middels een kompas. En dan zie je hoe belangrijk zelfspraak is. Dus ze hebben les gehad over de werking van het kompas, over hoe je kaart moet lezen. Die les die was midden in de nacht, dus de meeste deelnemers die waren of aan het slapen of aan het slaapwandelen, of die waren wel aanwezig, maar niet helemaal. Maar dan beginnen ze te vertellen over hun eigen skills. En dan geven ze ook aan, oh, ik kan normaal gesproken wel kaart lezen, maar 's avonds, we moeten het nog maar gaan zien. Of anderen die ook twijfelen aan hun eigen skills. Ik denk wat minder. Ik weet alleen niet hoe dat is in het donker. Met een kaart. Dit is wel lastig. Dit gaat lastig voor me worden. En ik wil niet zeggen dat twijfelen slecht is. Het kan ook een goed ding zijn om toe te geven dat je ergens niet zo heel goed in bent. Maar in dit geval denk ik niet dat het helpt om te zeggen, ik ben een slechte kaartlezer. Ik kan dit nu eenmaal niet. Het gaat niet lukken. Want dan is de kans ook veel groter dat het gaat mislukken. In plaats van dat je tegen jezelf spreekt op een manier die bekrachtigender is. Bijvoorbeeld, oké, ik kan het niet, maar ik ga het beste ervan maken. Of ik ben het aan het leren en elke keer word ik een klein beetje beter. Of als ik iets niet begrijp, dan ga ik het vragen aan iemand anders die het wel begrijpt. Want die gedachtes, die bepalen wat jij voelt, dat bepaalt wat jij doet en dat bepaalt het gevolg. Dan zie je ook dat de mensen die negatiever denken, minder goede resultaten behalen. Een van de deelnemers die gooit helemaal de handdoek in de ring. Die denkt, die kaart die gebruik ik wel, maar dat kompas dat heb ik niet nodig. En ik doe het wel op basis van mijn gevoel. Ik denk wel dat ik weet waar ik heen moet. Laten we even kijken wat dat doet met het resultaat. Soms denk je, ah, ik heb hem. En dan loop je weer verder en dan denk je, shit, wat heb ik verkeerd? Een aantal deelnemers die kiezen ervoor om te vroeg te zijn. In de eerste video had ik het er al over, tijd is tijd, op tijd is eigenlijk te laat. En ik snap ook heel goed dat zij in dit geval kiezen om te vroeg te zijn. Alleen zijn sommige deelnemers zo vroeg, dat ze prima in die tijd de opdracht nog hadden kunnen volbrengen. En dan zie je ook dat de instructeurs niet zo blij zijn met deze keuze. Die hadden liever gezien dat ze waren gegaan voor het volbrengen van de opdracht en veel te laat waren binnengekomen, dan dat ze zich hielden aan de tijd. Want in het werk, op het moment dat je een bepaalde missie hebt, moet je de missie volbrengen en dan weer teruggaan. Het is leuk als jij op tijd terug bent, maar als de missie niet volbracht is, ja, dan zullen ze toch wel een ander team moeten gaan sturen of zal jij nog een keer moeten. Dus dan kan je beter wat later komen en wellicht dan de heli missen of een ander oppikpunt en kijken hoe je dan linksom of rechtsom weer gevonden gaat worden. In plaats van dat je je prioriteit legt bij afspraak is afspraak en tijd is tijd. Dus op het gebied van prioriteiten zie je dat sommige deelnemers nog wat aan het struggelen zijn. En dat gaat weer ook over het stukje zelf nadenken. Niet alleen maar doen wat je denkt dat er wordt verwacht, maar zelf nadenken over wat is er logisch en wat willen ze zien in deze opdracht. Je bent op tijd terug, maar eigenlijk heb je het voor niks gedaan. Waar sommige deelnemers veel te vroeg waren, was één deelnemer veel te laat. Dat was dezelfde deelnemer als die vond dat een kompas onnodig was. En waar in de vorige afleveringen hij niet echt leek te reflecteren, kwam nu het inzicht, ik heb het echt verneukt. Ik heb gewoon mijn shit niet in orde. Dat is het. Nou, dit zeg je dus allemaal heel erg goed. Ook hoe je het zegt, je meent het ook echt, je voelt het. Dus dat is gewoon goed. Er zit dus wel, je reflecteert goed op jezelf. Dus je weet gewoon dat het echt aan jou ligt.
Ik wil niet zeggen dat hij in één keer 180 graden gaat draaien, maar dat hij wel objectiever naar zichzelf kan kijken. Waar hij zichzelf eerst heel erg groot maakte in het programma en heel erg opblies en hoofd van de toren blies en wilde ook dat deelnemers heel erg met hem mee zouden gaan in hetgene wat hij zei, lijkt het alsof hij dat in ieder geval inziet. Zou ook weer een act kunnen zijn. Kan ik nog niet helemaal een uitspraak over doen aan de hand van de beelden die ik heb gezien. Want het kan ook zo zijn dat hij is natuurlijk opgehaald omdat hij veel te ver verwijderd was. Hij kan nu niet aankomen met een verhaal als, ja, ik wist prima waar ik mee bezig ben. Want de feiten die werken tegen hem. Dus dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Je kan het gaan ontkennen. Nou, dat doet hij niet. Of je gaat er in dit geval in mee en zegt, ja, ik ben inderdaad een sukkel geweest. Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Dat wil niet zeggen dat het natuurlijk helemaal landt. Maar dat gaan we zien in de volgende afleveringen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat me weten in de reacties hieronder wat je ervan vond. Ik heb dus met Rayan video opgenomen en komende maand ga ik er met Dai ook nog eentje opnemen. Dus als je specifieke dingen behandeld wil hebben in de video, laat me ook even weten. Het zal niet alleen een video, maar ook een podcast worden. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.